De manier waarop wij eigenlijk muziek gingen kopen al die jaren lang, nou, die bestaat gewoon niet meer. En ik heb hier een chart van de prijs die is gevraagd voor het aanschaffen van een bepaald nummer. Van 1973 na 2012. Vandaag de dag is de prijs eigenlijk weer gezakt. Na 0 euro. En dat heeft extreme gevolgen voor de manier hoe wij muziek gaan luisteren. Iedereen loopt gewoon rond in zijn eigen bubbel van self-programmed muziek. En wij wilden eigenlijk gaan analyseren of streaming en het beschikbaar maken van muziek voor de prijs van 0 euro, of dat eigenlijk mensen daartoe leidt in hun eigen muziekbubbels te gaan zitten, of het juist mensen samenbrengt. En in dit project zijn we momenteel bezig om echt te berekenen in hoever muziekkeuze nog jouw eigen keuze is, of die door algoritmes bepaald werden. Stelling 2. Het gaat even over ons als consumenten. Genieten wij eigenlijk nog van de muziek die wij op Spotify leren kennen? Wat wij gemiddeld vinden in onze sample is dat de herhaling van nummers daalt. Maar als je dit vertaalt in inkomsten voor artiesten, dan zijn dat heel grote getallen waar wij het over hebben. Artiesten, gaan die achteruit of gaan die vooruit op streamingdiensten? En onze bevindingen zijn tot nu toe dat kleine artiesten eigenlijk profijt hebben aan streamingdiensten. Maar dus in het algemeen ook minder herkenningswaarde en minder loyaliteit vanuit de klant. Nu ga ik het nog hebben over platforms en de verkopers van muziek. Daar komen hogere inkomsten, maar er vindt een grote herverdeling van de inkomsten plaats. Nu zijn het meer en meer de algoritmes en de features van Spotify die onze muzieksmaak bepalen dan wat labels eigenlijk graag willen in deze tijd. Thank you.